Ja, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag zitten we lekker in het oh zo mooie Cosmopolitan, oftewel mijn Topia. En ik heb hartstikke veel zin in. Vandaag gaan we namelijk een nieuwe medewerker gaan we inwerken. Zijn naam is Eagle Shooter. Ik heb hem toevallig gisteren aangenomen, ook bij het gemeentehuis. Ik heb hem al het level gegeven wat hij moet hebben als hij hier wil werken. Ik heb hem alles gegeven wat hij nodig heeft. Alleen, hij weet nog niet precies wat hij moet doen. En dat ga ik hem vandaag uitleggen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar zoals je ziet is mijn kantoor een stuk kaler geworden. Want voor degenen die weten, kijk even de vorige video terug. Ik had heel veel lag eigenlijk in Cosmopolitan. Vooral in mijn kantoor. Maar ook echt knijterveel lag. Het is een beetje opgelost. Nog niet helemaal. Maar dat komt. Dat zei iemand op een gegeven moment. Een kijker had gereageerd. Een paar kijkers hadden gereageerd. Wat ik heel fijn met. Ja, dat komt door alle 3D boekenkasten die jullie hebben. En ik had in mijn kantoor had ik er knijterveel. Daarom is deze muur nu zo helemaal kaal. Is het helemaal vol met boekenkasten. Hier zit het vol met boekenkasten. Hier zie je het ook helemaal leeg. Hier zijn ook allemaal boekenkasten. Dat heb ik gewoon laten verwijderen. Dus ik ga het kantoor nog een klein beetje aanpassen. Nou, die heb ik laten staan, die boekenkasten daar. Maar in ieder geval, lekker schot ze een klein beetje verholpen hier in mijn gebouw hier in Cosmopolitan. Ik ga zo meteen een gesprek hebben hier met wethouder voor Cosmopolitan. Beneden zie je hem al staan in de chat. Dat is Eagle Shooter. Hem heb ik gisteren aangenomen, die heeft een cv ingevuld, een sollicitatie, die was 22 pagina's lang. Dus ja, hij wou heel graag de baan en hij heeft hem ook gekregen, want het was echt een hele goede cv. Dus ik ga het even laten zien wat hij heeft ingevuld, misschien als ik het kan vinden. In ieder geval, ik ga hem een klein beetje inwerken. Dus deze episode ga ik gewoon bespreken wat je moet doen als wethouder nog één keer. En dan gaan we nog één extra wethouder zoeken nog. En dat kan dus via een sollicitatie natuurlijk, hier in de brievenbus van Cosmopolitan. Nou, we gaan even naar beneden, even kijken, want hier is Sosander, is van hem. Hier is er eentje van niemand nog. Er zijn nog twee kantoortjes over. En eentje van Eagle Shooter. Er wordt meteen nog eentje. Dus ik ga ze meteen eerst een kantoortje even aanbieden. Welke hij wil. Dus even kijken naar beneden. Oh, wat fijn om eindelijk lek vrij hier rond te lopen. Het ziet er wel minder mooi uit, maar het is niet anders. Hallo, Eagle Shooter. Hallo. Hey, ben je bezig op het moment? Of, Oh nee, hij had een vraag over de level. Nee. Oh, dat heb je gewoon beantwoord. Dan moet je wachten. Ja. Nou, oké, welkom in ieder geval. Kom maar even uit, zou ik zeggen. Kom maar even uit, joh. Kom maar even uit. Hey, ik heb besloten om nu even jouw rondleiding te doen. Heb je nu toevallig tijd voor jouw rondleiding? Jazeker. Jazeker, jazeker. Oh, goed. Dan ga ik even je taken bespreken. Nou, als allereerste wat ik even met jou wil doen is, we gaan een kantoortje voor je uitzoeken. Wordt jouw kantoor, dan wordt het allemaal ietsje duidelijker waar je je spullen kan opslaan. Inderdaad, je kleding, wat jij leuk vindt. Laten we het gewoon even doen. We gaan even naar boven toe. En er zijn twee kantoortjes. Wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Dus je hebt het eerder aangenomen als degene die na jou wordt aangenomen. Je kan kiezen dus dit kantoor. Deze is nog leeg. Ja. Alleen maar een kijkje zou ik zeggen. Dit kan een kantoortje worden. De boekenkast, dat ziet er nog even. Je kan het nog later laten inrichten door iemand van de bouwers natuurlijk. Want ik heb heel veel boekenkasten weggehaald. Dus het kan nog. Deze. Met het uitzicht naar eigenlijk de achterkant, de zijkant van de straat. En deze. Ja. Ik denk dat ik dan voor die andere ging. Die andere is ietsje groter. Mooi. Ietsje mooier. Oké, mooi. Dan gaan we het even doen. Dan haal ik het boekje weg. Deze. Sign weg en dan doe ik zo en dan zit zo kantel wethouder Eagle Shooter. Hatsaflats, kijk eens aan, wethouder Eagle Shooter, dit wordt nu voor jou. En dan kan je je kisten doen wat je zelf wilt doen. Dan gaan we je taken een klein beetje uitleggen. Ja. Goed, wat weet je al van deze taak, wat je moet doen? Nog niet veel, ik weet dat het een beetje verdeeld of zo moet worden. Ja, oké. Okay. Dan gaan we vanaf het begin beginnen. Laten we gewoon vanaf het begin beginnen. Ja. Alright, ik neem je mee ook meteen naar andere steden. Ik ga echt vanaf het begin laten zien wat je moet doen als jij wethouder bent. Dan is het duidelijk voor jou. Want zoals je merkt ben ik niet heel veel aanwezig op het kantoor zelf. Ik ben vooral bezig met andere mensen, met de steden mensen aannemen. En dus iedereen is vooral heel op zichzelf gericht. Ja. Iedereen is op zichzelf bezig. Vooral heel nou, hoe noem je dat? Op zich. Nou. Hè? Ja, heel zelfstandig, dankjewel. Heel zelfstandig om alles te regelen. Dat meen ik wel vragen, hoeveel kost plot 32? Nou, plot 32 kan ik even voor hem kijken snel, want dat is belangrijk. Ik ga hem ook toevoegen op een Mindtopia, ga ik je per sheet ga ik je toevoegen. Maar ik zie hoeveel de plots kosten. Dus dat is heel belangrijk. Even kijken, plot nummer 32, die kost 2,5 miljoen. Die is 2,5 miljoen. Maar wij moeten even, ik ga even vandoor, dus we gaan even door. Nou, in ieder geval. Als allereerste wat je altijd aandoet, wat je aankomt hier natuurlijk op Cosmopolitan, hier in het mooie gemeentehuis, is altijd even checken hier in de aanvragen. Heb je plotaanvragen? Heb je vergunningen? Heb je briefbus overige? Ja. Juist. Goed, het is heel makkelijk. Zodra je hier aankomt, plotaanvragen, dan kan je ze pakken gewoon. Dan krijg je het weer pakken. Dat is heel goed. Ja. Pak ze maar, de bouwvergunningen zitten er niks in. En ook de overige, pak ze ook maar gewoon meteen erbij.
Ja. Goed, als allereerste wat je gaat doen, Hiro, is meteen kijken wat voor dingen het zijn. Dus plotaanvragen kan je ook zelf behandelen. Maar als je er op het moment even geen zin in hebt of even niet kan, dan gooi je ze zo meteen in de plotaanvraag chest. Dat is belangrijk. Oh, ja. Dus stel je voor, je komt hier. Ik ga hem binnen, ik ga het laten zien binnen. Dan ga je hier naartoe. Patsy, patsy, pats. Openen. Hoppakee. Nou, heel simpel. Plotaanvragen, gooi gewoon de plotaanvragen chest. Weet je wel? En de plotaanvragen chest mag je ook altijd openen als je het wil. Heb ik trouwens een sign bij me? Nee, ik heb geen sign bij me. Want had ik meteen jouw kist kunnen maken. Ah ja. In ieder geval, dit wordt jouw kist binnenkort. Deze, de ene hoogste. Ja, is goed. Yes, dan heb je andere aanvragen. Wat zit er nog meer bij bijvoorbeeld? Een winkelvergunning. Winkelvergunning mag je ook zelf geven. Of kan je ook bij mij neerleggen. Als je denkt van, nou, laat Dylan dat maar doen. Leg het lekker in mijn kist. Zo, ik moet heel veel doen. Al die sollicitaties natuurlijk. Ja. Jeetje, Mina. Dit gaat over de prijs van plots. Deze ook. Prijs van plots, dat kan je ook zelf behandelen. Nog niet. Of je kan het als je wil. Kan het altijd bij de wethouders van Sander zetten. Want Sander heeft helemaal niks. En Sanne heeft ook niks. Dan kan ik bij hun ook wat neerleggen. Oh, dus je kunt altijd zelf bepalen van, nou, we delen het bij hun in. Dus op die manier. Weet je wel, je hoeft niet altijd alles zelf te doen. Als je er geen zin in hebt, of je denkt van, nou, ze hebben heel veel boekjes, ik ga ze een beetje verspreiden. Ja, snap ik. Oké, belangrijk is, zodra je een plot gaat verkopen, dat is nieuw, dan moet je natuurlijk op de sheet kijken of het plot niet al verkocht is, hoeveel die prijs is, en dan moet je hem inschrijven. Maar dat laat ik je later zien, dat kan ik niet in de opname laten zien, want ik laat niet de spreadsheet zien, natuurlijk. Nee, snap ik. Dan kom je hier aan, en dan heb je hier vergunningen. Dus zodra je iets verkoopt, krijg je deze kist, neem je deze zo'n vergunning mee. Ja, kan je eentje pakken? Juist. Ja. Nou, dan zie je dat staan, bijvoorbeeld, admissie. Ja, je hebt het plot verkocht aan iemand, plot nummer 80 aan, weet ik veel, Harry Walvis. Schrijf dat op, inderdaad, plot 80 aan Harry Walvis. Ja, dan ga je een bepaalde toelichting. En dan ga je precies vragen, oké, Harry, wat wil je nou precies? Hij zegt, nou, goed, ik wil een gebouw hebben van 2 hoog, in de buitenwijken. Een normaal gebouwtje, zonder uithangbord, gemaakt van quartz. Dan schrijf je dat gewoon precies op wat hij wil. Ja? Ja, stel je voor, hij wilt iets, zeg maar, wat iets gek is, wat jij denkt van, nou, ik weet niet zeker of je dat mag hebben, dan moet je die vergunning bij mij neerleggen. Oké, ja. Maar als iemand gewoon iets wil, dan mag hij het gewoon doen. Het standaard is inderdaad, binnen het centrum is 3 hoog, in de buitenkant 2 hoog. Hartstikke mooi, geadresseerde, nou, van wie is hij? Nou, die is van Harry Walvis, en dan saai je hem. Klaar. Je geeft hem meteen aan hem mee, dan kan hij meteen zijn gebouw laten neerzetten. Dus deze moet gelijk mee dan? Ja, geef altijd meteen aan die gast mee. Oh, oké. 1 seconde trouwens. Dus hoe ik jou het even uitleg. Nou, is dat nog een beetje duidelijk allemaal? Ja, ja, zeker. Het wordt allemaal een stuk duidelijker als ik je die sheets geef. Ja. Goed, dan gaan we even over de aanvragen. Want dat is eigenlijk het meeste waar we het meeste mee bezig hebben. Dat is een flat, dus doen we dicht. We zijn even druk. Sorry, we zijn even druk. We kunnen meteen even door. Dan kun je meteen zo meteen gewoon lekker aan de slag tenminste, eindelijk. Dan weet je hoe het allemaal werkt. Ja. Want je moet ook namelijk permissions krijgen. Dat je mensen kan toevoegen aan nieuwe zones en... Dat soort dingen, dat ga ik voor je aanvragen nog. Nou, we gaan even de stad uit. Even kijken hoor, volgens mij is het deze kant op, hè? De portal richting... Contractie, ja. Volgens mij wel. Ja, ja. Ja, goed. Eens even kijken hoor. Pats... waar is het nou? Hier, de F5 shop. Ja, dat is gewoon rechtdoor. Ja, wat namelijk belangrijk is... moment, ik ga eigenlijk alle aanvragen bekijken. Ja. Op basis van de aanvragen of ze goedgekeurd worden of fout afgekeurd worden... wat tenminste in dit boekje staat... Dat check ik. Dan leg ik het bij jou in de kist natuurlijk. En dan moet jij hem nog even nachecken, zeg maar. Weet je wel, dat iemand in het boekje kan zetten van... Nou, mijn naam is Harry Potvis nu. En Harry Potvis is... Hij zegt ik ben level 3, zegt hij. Ja. Nou, als het boekje volgens het boekje zou kloppen... Dan neem ik hem aan alvast van... Nou, oké, het boekje is tenminste ook correct. Maar dan is het jouw taak... Om nog even slash... Dat kan je dan later, ga ik natuurlijk dat zeggen. Slash level te doen... En de naam van diegene, waardoor je zijn echte level ziet. Oh zo, ja. Is hij niet een goede level, meteen het boekje gewoon weggooien. Eigen schuld, dat hij maar niet moet liegen. Snap je hem? Ja. Hetzelfde geldt voor money, want dan moet hij ook checken natuurlijk. Op die manier. Nou, we gaan even hier beneden. Ik ga het laten zien, nou volgens mij kan je hier nog niet in. Dan moeten we ook nog rechter voor jou toe vragen. Nee. Als het goed is, dan kan je ook namelijk hier in die kisten. Ik heb namelijk hier, oh. Hé, er zijn helemaal geen aanvragen. Dus dat is nieuw. Mooi. Dan hebben we lekker. Kan er wel, hè. Ja, oh, je kan er wel in, dat is waar, maar je kan niet in het gebouwtje komen, dat is het ding. Dat is Scene Modify, dus dat moet nog allemaal voor je geregeld worden. Nou, komt er maar weer uit. Nou, dan kan ik helaas het voorbeeld niet geven, maar dat laat ik jou checken dan. Met de commands ga ik je allemaal nog geven, waardoor je dus mensen kan toelaten en de stad dan in de zone. En dan moet je allemaal invullen op de spreadsheet. Ja. Dat zijn eigenlijk vooral je taken, dus plots verkopen,
vergunning meegeven meteen bij het verkopen van een plot. En ja, nog belangrijk, als mensen plotvragen vragen hebben, ook altijd bij jou natuurlijk. En inderdaad, gewoon zorgen dat iedereen wat te doen heeft. We werken natuurlijk op het moment, werken we ook zo. Op het moment dat jij jouw taak gedaan hebt, je hebt zoiets van, nou ja, ik ga even checken of ik nog meer kan doen. Ga je gewoon iemand anders een kist, dan pak je gewoon die taken uit diegene zijn kist. Ja, is goed. Ja. Gewoon zoveel mogelijk doen. Gewoon zoveel mogelijk doen, weet je, we hebben het allemaal gehad. Weet je, iedereen is heel relaxed in onze Sander, Sanne, nou jij nu, zijn allemaal heel chill op het moment. Dus we zijn allemaal bezig met gewoon, nou goed, af en toe ben ik ook gewoon, dan stap ik ook bij. En de sollicitaties zijn er gewoon veel. Ik zeg gisteren ingegooid, zie ik. Dus dan krijg je als je video maakt, hè. Erover. Ja, dan krijg je ervan, nou, ga voor Rolandia checken. We gaan even kijken of je ook een beetje kan oordelen. Want mensen, ik ben dus inderdaad een burgemeester die zijn staf heel erg vertrouwd. Dat je jezelf moet kunnen oordelen ook of iemand rechten hebt op een vergunning of rechten hebt op het plot. Dat soort dingen, weet je wel? Ja. Is het nou een straathandel? Ik ga het gewoon oppakken. Ah, helaas. Moeten we niet gaan straathandelen. Nou, want we waren binnen. Meneer, hij wou bijna inbreken. Ik ben de politie moeten bellen. Nou, gaan we naar beneden, gaan we checken weer. Cosmopolitan. Ah, er zijn er twee. Nou. Broodje neem ik wel. Hahaha. Pak die boeken maar er even uit. Oké, okay, allebei. Ja. Ik heb het niet opgepakt, of die vissen. Oh, jawel! Ik heb het opgepakt. Ah, moeten ze maar niet gaan straathandelen. Oh. Helemaal boos wordt hij. Maar oké, lees maar even het boekje voor. Ik wil graag naar Cosmo. Ik wil daar een winkel op starten en ik heb nog geen strafblad. Ik ben nog nooit in aanraking gekomen met de politie. En dat was het eigenlijk wel. Dat was het enige. Dat had niks in. Oké. En bij deze staat alleen zijn microfoon. Oké. Okay. Zou je die aannemen, ja of nee? Nee. Meteen weggooien. Gewoon eerst moeilijk doen, dan flik je het gewoon hier het hoekje neer. Pats. Weet je wel, gewoon laten despawnen. Volgende. Ik ben Matthijs. Ik zou graag naar Cosmopolitan willen. Ik ga veel gaan doen. Ik ben vaak online. Klantvriendelijk. Nou, ik ga je een tip geven voor die boekjes. X. Het is allemaal bla 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 bla. Het enige wat je wil weten is level, want jij hebt je eigen boekje ook geschreven. Level, hebben ze een plot? Zo ja, welk plotnummer en waar? En hoeveel geld hebben ze op de bank? Of 60k plus. Ja, dat is het enige wat je moet zoeken. Level 3, geld, plotnummers. Eigenlijk het enige wat je moet zoeken is naar getalletjes. Ja. Nou, dat staat hier niet. Daar heb ik niks in, sorry. Nou goed, ik zal even naar boven gaan. Die gaan ze geplant dingen teruggeven. Nou, we gaan lekker naar boven. Atseflats. Komt u maar hoor. Nou, in ieder geval, dat is duidelijk. Als er dus niks in staat, dan neem je gewoon niet aan. Dat is het belangrijkste. Nee, we gaan even die Petra. Ik was even midden een opname. De tweede keer dat iemand stoort. Oké, nou, sorry. Was even een knipje erin. Omdat mijn moeder toevallig binnenkwam. Zomaar. En de kat al. Dus een beetje een gekke opname. Maar in ieder geval. Het gaat allemaal hartstikke goed. Je snapt het tenminste een beetje. Maar er is een vraag hier voor jou. Er is een vraag hier voor Loesje. Loesje is iemand. Ik ga het even vast vertellen. Loesje is iemand. Die heeft letterlijk 20 keer een aanvraag gedaan. Echt 20 keer. En zoals je kan zien. Is ze al goedgekeurd. Ga maar even gesprek met haar. Kijk hoe je het een beetje doet. Je hebt niet altijd een plotoverdracht ingeleverd. Ah, ik heb een plotoverdracht ingeleverd, oké. Okay. Super tof. Weet je, sommige mensen die willen ook inderdaad alles wat tegenregeld wordt. Dat kan helaas niet altijd. Dat er een plot op mijn naam komt in Cosmo, is die al altijd. Dat wordt volgens mij wel gedaan als die goed is. Nou, heel goed. Nou, wij gaan meteen weer door, want dan kan ik het toch nemen naar het kantoor eigenlijk vooral. Want we hebben nu wel een beetje alles gehad. Alleen nog Gradle, maar ja, we gaan even kijken naar mijn Gradle nog voor de zekerheid. Hopelijk vinden we gewoon iemand die het wel goed ingevuld heeft voor jou. En dan kan je kijken hoe het werkt. Juist, want je ziet het al inderdaad, mijn werk is vooral de rotte appels tussenuit halen. Het is nogal veel werk af en toe is er echt 40 aanvragen in de 40 keer. Hoi, mag ik naar de Cosmopolitan? Vraagteken. Ja. Dat is het dan, en dat is het antwoord gewoon duidelijk nee. Nee. We doen ook niet aan zielige verhalen. Dat is ook iets wat sommigen een beetje moeite mee hadden in het begin. Maar ik had vroeger wel heel veel geld, maar ik ben gescamd en nee, doen we niet aan. Dit niet. Nou, helaas, leeg. Nou, dan kunnen we naar boven. We doen niet aan zielige verhalen. Je hebt gewoon een paar eisen, moet je aan voldoen. Op dat moment, heb je dat niet op dat moment, dan word je helaas niet aangenomen. Zo simpel is het. Nou, we kunnen nog even snel langs ons mooie wetshuis. En dan kan je namelijk een kist voor je, ga ik voor je regelen zo meteen. En dan kunnen we alles klaar voor je zetten, dat je vandaag fulltime eindelijk aan de slag kan als werk. Ja. Nou, goed. In ieder geval, heb je er een beetje zin in? Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, zeker. Ja, zeker? Ja, ja.
mooi. Gewoon lekker mensen blijven helpen. Elkaar blijven helpen. Ik ga je natuurlijk op Skype moeten toevoegen. Waardoor we dan makkelijk kunnen communiceren. Want we hebben dan ook een burgemeestergesprek. Dat is heel belangrijk. En de Google Sheets, de Google Docs waar je toegevoegd moet worden. Ja. Dus we gaan nog een paar dingen voor je regelen. Maar dat komt allemaal goed. Daarna zoeken wij nog maar één wethouder extra. Om natuurlijk het werk van ons te verlichten. En natuurlijk met z'n allen samen te werken. Dat alles veel sneller gaat. Nou, Eagle, wil ik jou even bedanken voor je tijd. Ik ga namelijk even nog een rondje lopen. Geen probleem. En dan zie ik je graag op het werk. Yo, mazzel. Nou, in ieder geval, dat was dus Eagle Shooter. Dat is een nieuwe wethouder. Ik heb eventjes laten zien hoe het allemaal in zijn werking gaat precies. Om precies te zijn. En het gaat dus allemaal lekker. Ik ga even naar Uptown. Met alle potten Uptown staan dus volgens mij al. Dus dat is lekker. Uptown gaat hartstikke goed. Maar dat is Eagle Shooter. Hij is dus een nieuwe wethouder. Dat is een beetje een chaotische opname. Een beetje wel, moet ik zeggen. Maar het is in ieder geval duidelijk wat hij moet doen. Hopelijk. Hij gaat het goed doen, denk ik wel, want het is gewoon een heel goed cv wat hij ingevuld had. Jij kan natuurlijk ook je cv opsturen en je sollicitatie naar het gemeentehuis. In de overige chest waar we net bij waren, waar overig op staat, kan je natuurlijk je cv invullen, je sollicitatie. Dus dat is super handig, super, super chill om te doen. En ik zie hier dat hier gebouwd wordt voor Timewalk. En dus hier gebouwd voor Delphin. Ik zie hier voor Weatherlight is hier gebouwd, politie. Allemaal drie grote plots natuurlijk hier, is hier gebouwd voor Vee. En die van mij is nog steeds leeg, terwijl ik wel een aanvraag ingevuld had voor Weatherlight. Dus ik ga denk ik even het bouwbedrijf even op de kop tikken van jongens, dit is niet oké, hè. Ik was eerder. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval mensen, wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het nog steeds leuk vindt dat ik burgemeester ben. En we gaan gewoon binnenkort wat leukere opnames kanaal natuurlijk met meerdere mensen samenwerken. Maar ja, het begin van burgemeester zijn is natuurlijk zorgen dat jouw stad weer helemaal op top is. En daar ben ik nu mee bezig. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Laat het maar eens zien. En natuurlijk, peace.